20 maart. Ik ben ongeveer 20 jaar in Nederland. Ik mis Nederland 10 jaar geleden. Het was het gesprek van de dag. De film Fitna van Geert Wilders. De verwachte rellen bleven uit. Een torenhoge mast voor mobiele telefonie naast het historische kasteel Doornenburg. Volgens de gemeente voldoet de plek aan alle regels. We hebben hier een prachtige fort liggen, jongen. Dat is, en als we zeggen, als je hier komt, dan kunnen we bellen ook nog. Nadat Luxor in Arnhem van de slopershamer is gered, is hard gewerkt aan de restauratie van het pand. Nu rollen de eerste concertkaartjes over de toonbank. Goedenavond. Ze zijn ontdaan, gegriefd en gekwetst. Toch zijn de reacties van de Gelderse moslims ingetogen op de anti-Koranfilm Fitna van Geert Wilders. De film wordt veroordeeld, maar ongeregeldheden zijn uitgebleven. In de Gelderse moskeeën was de film, voorafgaand aan het vrijdaggebed, het gesprek van de dag. De Turkse moskee in Tiel. Zo'n 400 moslims verzamelen zich hier wekelijks voor het vrijdaggebed. Vandaag is het niet anders dan normaal. Op één ding na dan. Het gesprek in de kantine, voorafgaand aan het vrijdaggebed, gaat over Fitna, de film van Wilders. En de meningen zijn niet mals. We hebben de hele tijd geprobeerd om die relatie tussen de moslimgemeenschap en andere gemeenschap bij elkaar te halen. Zo wordt het alleen maar groter. Hij zei het haat. Meer zeg ik niet. We hebben niks met Wilders te maken, we hebben niks met extremisten te maken, zoals je ziet. We komen, als we vrijheid hebben we. En ik ben al vandaag vrij tot 2 uur. Dus ik kom leuk even naar de moskee. Even mijn gebed doen. Wat ik, dat is tussen mij en God. Dat heeft niemand anders mee te maken. Wat Wilders probeert uit te... Nou, dat slaat nergens op. Ik ben ongeveer 20 jaar in Nederland. Ik mis Nederland 10 jaar geleden dan nu. Was het vriendelijker? Toen was het eigenlijk vriendelijker dan nu. Toen was heel anders. Alles is verhard? Alles is verhard, ja. Ja. En gaan wij nog steeds naar de slechte kant op? Wij zijn hier in Nederland om genieten van de vrijheid. Met z'n allen samen, als broers, samen te kunnen. In de Koran geeft het ook al aan. Alle mensen zijn broers van elkaar en zussen. Dus verder hoef je niet te gaan kijken. Laat Wilders maar lekker verhaaltjes schrijven, vind ik. De Edese wijk Veldhuizen staat bekend als probleemwijk met veel inwoners van buitenlandse afkomst. Al eerder waren hier spanningen. Floor Vole staat in de wijk. Floor, hoe is de situatie daar nu? Rust overheerst hier in de Edese wijk Veldhuizen. En dat is op zich wel opmerkelijk, want iedereen had gedacht dat als er iets zou gebeuren, het hier zou zijn. De wijk kampt al jaren met ernstige problemen. Vernielingen, intimidatie komen veel voor. Dus iedereen had verwacht dat hier wel de vlammende pan zou slaan. Maar tot nu toe, alle organisaties zijn extra alert. Politie, maatschappelijke organisaties zijn extra waakzaam. Maar tot nu toe is het rustig en gebeurt er vrij weinig. Hoe komt dat, denk je? Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat de beelden in de film van Geert Wilders niet nieuw zijn. Ze zijn natuurlijk wel schokkend en voor veel moslims beledigend, maar allemaal al eerder uitgezonden op tv. En wat wel opmerkelijk was, dat gisteravond toen de film verscheen, juist een politieke avond was tussen burgers en politiek in Veldhuizen, om te praten over de problemen hier in de wijk en hoe ze dat moeten oplossen. En we maakten daar de volgende reportage van. Ik weet niet, ik kan niet denken wat de andere jongeren denken, maar ik kan wel, als, ik zou het wel begrijpen als het een beetje haat opzijt bij jongeren zelf, omdat hun geloof wordt verkeerd afgebeeld wordt in de film. Als hij zegt dat dat zijn mening is en als hij dat vindt over de islam, ja, moet hij dat vinden. Maar ik weet dat de islam, heel anders in elkaar zit en dat alleen maar leugens zijn wat Geert Wilders verspreidt. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal minder erg dan gedacht.
De film heeft volgens wethouder Van der Pol zelfs een positief effect. Het heeft in de Ede gewerkt als, als iets waardoor groeperingen die jaren langs elkaar heen liepen, nu met elkaar in gesprek zijn. En dat, nou, dat vind ik positief. Eens per jaar houdt Veldhuizen een politieke avond voor burgers waar thema's als veiligheid aan de orde komen. Uitgerekend op deze avond komt de film van Geert Wilders uit. Politie, politiek, jongeren, maatschappelijke organisaties, iedereen is bijeen in het buurthuis. Er waren mensen die hadden ons gewaarschuwd op een gegeven moment door te zeggen, nou zou het vlammetje wel eens in de pan gegeven kunnen worden. En wij zeiden, dat hoeft niet, want we hebben de jongeren specifiek uitgenodigd en die maken daar geen misbruik van. En dat vind ik een voorbeeld voor de wijk Veldhuis. Nou, ik ben hartstikke blij met vanavond dat iedereen hier juist heel positief aan het praten is over allerlei goede dingen voor jongeren. En dat we het eigenlijk niet zo heel veel over de film van Wilders hebben. Toch zegt burgemeester Kees van der Knaap op alles voorbereid te zijn. Ook andere organisaties houden alles goed in de gaten. In het kader daarvan hebben we natuurlijk een aantal mensen op de achtergrond die mochten er dingen gaan gebeuren, dat die bereid zijn en inzetbaar zijn om eventuele onrust aan te gaan. Ondanks dat het rustig bleef, is Veldhuizen nog niet van de problemen af. Dinsdag presenteert de burgemeester een plan om geweld in de wijk aan te pakken. Floor, je zei het net ook al, het is nu rustig in de wijk. Maar hoe schat je dat in voor de komende dagen? Ja, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Maar wat wel duidelijk is, is dat de politie extra waakzaam is. Andere organisaties letten ook extra op. Het is geen reden voor de politie om meer mensen op straat in te zetten. En hier in de Edese wijk Veldhuizen wachten ze vooral met spanning af op het plan van de burgemeester, dat aanstaande dinsdag komt, om te kijken hoe ze die problemen die ze al eerder hadden in deze wijk, hoe ze die op kunnen lossen. Oké, daarover dus dinsdag meer. Floor, dankjewel. Een verpesting van de omgeving van kasteel Doorneburg. Een 40 meter hoge KPN-antenne vlak naast het historische decor van de tv-serie Floris. De hoeders van het kasteel hebben vandaag via de rechter geprobeerd de bouw van de mast nog tegen te houden. De mensen van de Stichting tot Behoud van den Doorneburg kunnen het nog maar nauwelijks geloven. Maar de KPN staat op het punt een 40 meter hoge mast vlak naast hun kasteel te bouwen. Naast de kerk en het kasteel wordt de KPN-mast straks echt het hoogste punt in dit plaatsje. En dat bij een voetbalveld op maar 300 meter van het kasteel. Er zijn al beschrijvingen uit 2-3 eeuwen geleden dat wandelaars hierop afkomen, dat beeld van de Doorneburg in zicht hebben. Ga je daar nou naast zetten, die grote antennemast, dan verandert dat beeld drastisch. En dat is eigenlijk niet passend in het beleid wat overheden hier willen voeren. Samen met de historische kring is de Stichting tot Behoud van den Doorneburg vooral boos op de gemeente. Ze snappen niet dat het college toestemming heeft kunnen geven voor de bouw van de mast. Heeft het college wel voldoende oog voor het kasteel? Ja, dat klinkt vreselijk onaardig, maar dat is het niet hoor. Ik heb niks tegen het kasteel, maar we hebben een plaatsingsplan vastgesteld in onze gemeente. En daar kun je op diverse plekken in de gemeente masten neerzetten. Bij voorkeur bij sportvelden. En dat is hier op ruim 320 meter. Heeft u nou wel goed over het plan nagedacht? Ja, dat is een retorische vraag. Ik heb ontzettend goed over het plan nagedacht. En er is geen andere plek, tenminste ik kan het nog niet bedenken, waar een mast beter zou kunnen staan. Voor de rechter werd vandaag uitstel van de bouw bepleit. In ieder geval tot alle procedures zijn afgerond. De gemeente houdt vast aan de bouwvergunning en zegt niet te kunnen weigeren. Maar is de wethouder dan niet bang dat de 40 meter hoge antenne de toeristen zal gaan verjagen? Dat is een toplocatie misschien wel. We hebben hier, heel Doorneburg, we hebben hier een prachtige fort liggen. Jongen. Dat is, en als we zeggen, als je hier komt, dan kunnen we bellen ook nog. Prachtig. De rechter heeft vandaag alle partijen opgeroepen om er voor 11 april samen uit te komen. Anders volgt er een uitspraak. Een kip zover krijgen dat ze kunstjes gaat doen? Het kan. Hoe? Dat ziet u zo meteen. Een chaos op de Karstraat tussen Huissen en Bemmel vanmorgen. Een bestuurder botste op een stilstaande auto die linksaf wilde slaan. Een andere auto botste vervolgens op de twee voertuigen. Twee bestuurders raakten gewond. Een bus die op de weg wilde keren kwam in de berm vast te zitten. De SP in Provinciale Staten wil dat station Elst gewoon Elst blijft heten. De partij reageert daarmee op een plan van de gemeente Lingewaard die de naam van het station wil veranderen in Elst-Bemmel. Dat zou goed zijn voor de plaatselijke economie, maar kan wel 100.000 euro kosten.
Op de A12 bij knooppunt Grijsoord zijn gisteren 5 auto's en 3 vrachtwagens betrokken geraakt bij een kettingbotsing. Een vrachtwagenchauffeur raakte zwaar gewond. Alle voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten worden weggesleept. De commissie Cultuurhistorie van de gemeente Berkelland maakt zich zorgen over Huizen de Kamp in Neede. Het monumentale pand staat te koop. De commissie vreest dat de nieuwe eigenaar het pand van de openbare weg zal afschermen. Dat moet de gemeente voorkomen. Wereldkampioen baanwielrenner Theo Bos is tijdens de kwartfinales van het onderdeel sprint uitgeschakeld. In Manchester werd de titelverdediger uit Hierden verslagen door de Brit Chris Hoy. Eerder op de dag had Hoy ook Teun Mulder uit Epe al uitgeschakeld. De politie is de afgelopen dagen in Hattem op zoek geweest naar een kinderlokker. Daar waren geruchten over. Zo waren er verhalen over een verdachte blauwe auto in de buurt van het zwembad. Ook zou een man foto's van spelende kinderen hebben gemaakt. Volgens de politie is er geen kinderlokker actief. De gemeente Druten wil zich aansluiten bij de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Druten is bang anders geld mis te lopen, omdat de provincie steeds vaker subsidies aan regio's geeft in plaats van aan de gemeente. Druten kiest niet voor de regio Rivierenland, omdat inwoners meer op Nijmegen zijn georiënteerd dan op Tiel. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Een hond laten zitten of liggen op commando, dat kennen we al. Maar kippen kunstjes laten doen met behulp van een klikker, dat is nieuw in Nederland. En Oene heeft de primeur. Daar wordt de eerste kippenklikkertraining gegeven. Touw trekken, apporteren, kleuren of vormen aanwijzen. Het kan niet gek genoeg op de kippenklikkertraining. Uit Amerika waait het idee over dat een kip werkelijk alles valt te leren. Als je klikt en een beetje voer geeft, dan weet hij dat hij het goed doet. Hier zie je dat de kip geleerd wordt het oranje bekertje aan te tikken. En er staan er nu 2. En dan gaan we kijken of hij het ook kan als ze omgedraaid worden. Hij moet dus goed kijken. Je ziet hem ook nu echt kijken. Nee, het is de verkeerde kleur. Even denken. Het is ook voor de kippen spannend, voor de camera. Maar volgens mij gaat het helemaal naar de goede. Ja, heel goed, Laura. Volgens de cursusleidster, in het dagelijks leven hondentrainer, is de kip de ideale leermeester voor de mens als die moet leren omgaan met de klikker. Bij een hond kun je inspelen op emoties. Je kan straf in principe toepassen. Dat gebeurt veel. Of mensen worden boos. En nu ga je zitten en dan denk je, oh, laat ik maar gauw doen, want anders wordt hij boos. Bij een kip kan dat niet. Dan moet je technisch heel goed trainen, dan doet hij het. En train je niet goed, dan doet hij het gewoon niet. En je kan er eigenlijk niks mee sjoemelen. De cursisten zijn meestal hondenbezitters die ook hun hond op deze manier trainen. Maar ook een dolfijnentrainster uit het dolfinarium wil wel eens leren klikken met kippen. En dat bevalt goed. Als ik een dolfijn een salto wil leren, dan ben ik daar toch wel 3 maanden mee bezig. En een kip over de wip ging in 2 minuten. Dus dat is, ze zijn veel sneller. Ik had ook nooit gedacht dat kippen zo intelligent waren. Dus dat, ik heb er wel respect voor gekregen. Ja. Niet alleen kippen en honden, maar zo ongeveer alle dieren zouden met behulp van de klikker te trainen zijn. Haaien, kamelen, katten, papegaaien. Alles kun je trainen als je het maar kan belonen. Naar de hond probeer ik de deur achter zich dicht te doen. En liggen en zo'n soort dingen. Zo, knappe kippen jij. De kippen lijken het leuk te vinden. De cursisten zijn enthousiast, maar de cursusleidster is blij dat ze straks weer met haar hond traint. In plaats van met een kip. Is niet mijn favoriete dier, ik durf het bijna niet te zeggen. Ik heb zelf uilen gehad, papegaaien en dat vind ik allemaal prima. Maar ik vind dit best een heel gefladder. Dus ik heb ze ook heel jong gekregen dat ik er rustig aan mee kon wennen. Dus het is een hele overwinning ook voor mij. De spitsstroken op de A1 tussen Barneveld en knooppunt Hoevelaken liggen er al 3 jaar, maar ze zijn nog nooit gebruikt. Door een bezwaarprocedure bij de Raad van State mogen ze niet open. Dat is een doorn in het oog van werkgeversorganisatie VNO-NCW en Transport en Logistiek Nederland. Volgens VNO-NCW moeten de spitsstroken zo snel mogelijk open. Het knooppunt Hoevelaken is de laatste jaren een van de drukste van Nederland geworden. En door de files die ontstaan leidt de transportsector jaarlijks voor tientallen miljoenen euro schade, zo stelt de werkgeversorganisatie. VNO-NCW en Transport en Logistiek Nederland hebben politici uitgenodigd om tijdens een ludieke actie de 3e verjaardag van de ongebruikte stroken te vieren.
Na jaren leegstand komt er weer leven in een oud rijksmonument. Een van de eerste bioscopen in Nederland, Luxor in Arnhem, is op een haar na veranderd in een nieuw poppodium. Vandaag is de kaartverkoop gestart voor concerten in Luxor Live. Zo ziet het plafond in de grote zaal van Luxor eruit na jaren van restauratie. En zo werd het aangetroffen na jaren van verwaarlozing. Volgende maand kan er gedanst worden onder een hemel van lichtjes die meebewegen op de muziek. Als je hieronder staat, dan voel je alleen maar sfeer en ambiance. En ja, dat is echt heel mooi. De bioscoop uit 1915 is jarenlang een populair theater en later een discotheek. Sinds 1999 staat het pand leeg, tot de gemeente Arnhem het koopt en een miljoenen kostende restauratie begint. Bouwvakkers zijn nu druk bezig alles af te krijgen voor het eerste concert op 24 april. Geprobeerd is zoveel mogelijk van de oude historie terug te halen. We kwamen erachter dat deze schildering hier gezeten heeft aan de hand van een krantenartikel uit 1915. En dat was het artikel in verband met de opening destijds. En daar zagen we die schildering op zitten. En we zijn met het onderzoek gaan zoeken. We hebben nog een paar kleine reepjes van de schildering teruggevonden. Hij was op doek geschilderd, was weggehaald. En we hebben aan de hand van die kleine zwart-wit foto hebben we die schildering helemaal gereconstrueerd. Het is de bedoeling dat in de grote zaal met het balkon muzikanten van de meest uiteenlopende stijlen gaan optreden. Daarnaast is er ook nog een kleinere zaal. Ik sta nu op het podium. Het is op zich een vrij klein podium. Voor lokale bands, regionale bands, voor sprekers, film, literair kunnen we hier doen. In september wordt Luxor Live pas officieel geopend. Maar vanaf april starten al de try-outs met onder andere Kane en Ellen ten Damme. Om uit te proberen of alles werkt zoals het bedacht is. En dan nog het weer. Of we de zon morgen nog te zien krijgen, dat horen we van Amara vanuit de weerstudio in Wageningen. Nou, met de zon komt het morgen denk ik wel goed er op de meeste plaatsen. We zien hem in ieder geval meer dan vandaag. Vandaag was het toch wel overwegend grijs, hoor. Af en toe, net even wat dunner wolken, kan de zon dan waterig doorheen. Maar echt bestendig lenteweer, dat gaat het de komende dagen niet worden. Weliswaar wordt het zachter, temperaturen die zelfs richting de 14 graden gaan. Maar niet altijd blijft het droog. Vooral op zondag bijvoorbeeld trekt hier een storing over. En ook dinsdag lijkt toch weer nat te gaan verlopen. Kortom, echt lenteweer, dat zit er misschien pas in de loop van volgende week. En tot die tijd licht wisselvallig. Maar toch een aantal aardige dagen. En dan denk ik dat het morgen in de ochtend vooral zo uitziet. Met van die mooie stapelwolken, blauwe luchten. Uiteindelijk zal daar wel een buitje uitvallen. Want de meeste plaatsen blijft het gewoon langdurig droog. Was vandaag niet het geval. En ook de zon die zagen vandaag niet of nauwelijks. Dus lagen in deze storing. Vooral aan de achterkant zat er regen. In de ochtend was het op de meeste plaatsen gewoon nog droog. Met zelfs af en toe een heel waterig zonnetje. Maar uiteindelijk in de loop van de middag kregen we te maken met regen. En dit stukje hier zo, dat zijn buitjes. Daar krijgen we vannacht mee te maken. Soms pittige buien, kan een enkele klap onweer bij zitten. En morgen komen we dan in dit gebied. Je ziet eigenlijk al een beetje spikkels, maar ook blauwe stukken. Betekent naast stapelwolken ook enkele mooie opklaringen. Nou, echte opklaringen zaten er vandaag niet in. Je ziet het hier eventjes vanuit het westen iets dunner worden. Maar daarachteraan kwam al snel weer dikkere bewolking en dus de regen. Vannacht worden dat echte buien, stevige buien. Kan zelfs af en toe een klap onweer bijzetten. Die wind die nog steeds behoorlijk doorwaait. Langs de randmeren zelfs nog steeds een windkracht 5. Nou, die enkele opklaring dan, maar veel zijn het er niet. En temperaturen? Door de aanvoer van zachte lucht vanuit het zuidwesten niet lager dan een graad of 5. Daar waar we afgelopen nacht plaatselijk aan de grond nog net tot vorst kwamen. Morgenochtend misschien nog een enkel buitje, maar al vrij snel flinke opklaringen. Wel is het zo dat in de loop van de ochtend alweer stapelwolken gaan ontstaan. Vooral in het noorden van de provincie. In de loop van de middag ook wat sluierbewolking, denk ik. En die enkele bui op veel plaatsen blijft het ook gewoon droog. Maar er kan dus plaatselijk een bui vallen in de loop van de middag. Tussen de wolken door schijnt de zon natuurlijk ook nog af en toe. En dat geeft het volgende plaatje. Helemaal geen onaardige dag, hoor. Temperaturen die wat hoger uit gaan komen dan vandaag. 12 graden. Eigenlijk wel een beetje lenteweer. Het zij dat er nog steeds behoorlijk wat wind staat. Nou, die wind die blijft nog eventjes op zondag met weer een nieuw regengebied. Dus maandags lijkt dan iets beter, woensdags ook, maar dinsdags weer zo'n wisselvallige dag. Kortom, dat echte bestendige lenteweer, daar moeten we nog eventjes op wachten. 6 auto's vol cd's kreeg het Orgelmuseum in Elburg onlangs. Voor de 8000 schijfjes moest zelfs een extra ruimte ingehuurd worden. Het zijn te veel cd's voor het museum en dus wordt een deel verkocht. Morgen ziet u het in de TV Gelderland Nieuws. Ik wens u nog een prettig weekend. Zometeen.